Hallo iedereen. In deze podcastaflevering ga ik iets meer vertellen over uitdrukkingen die we veel gebruiken in het dagelijkse leven. Zit je in de auto? Dan wens ik jou een fijne rit. Luister je naar deze aflevering terwijl je kookt? Top, dat is echt een heel goed idee. Ben je klaar? Oké, dan gaan we starten. De eerste uitdrukking die ik met jullie wil delen is: er is geen sprake van. Er is geen sprake van. Of daar is geen sprake van. Geen sprake van staat voor absoluut niet, echt niet of dat wil ik echt niet. Bijvoorbeeld naar Vilvoorde verhuizen. Nee, geen sprake van. Of, daar is geen sprake van. Er is geen sprake van dat hij voor zijn werk naar het buitenland moet. Er is geen sprake van dat hij voor zijn werk naar het buitenland moet. Dus wanneer je dit gebruikt, geen sprake van, er is geen sprake van, of daar is geen sprake van, dan wil dat eigenlijk zeggen dat je dat echt niet wil of dat dat absoluut niet zal gebeuren. Uitdrukking nummer 2. Je hart volgen. Je hart volgen betekent dat je moet doen wat je gevoel zegt. Bijvoorbeeld wanneer iemand zegt: ik weet niet welke job ik ga aannemen, dan kan je het volgende zeggen. Je moet je hart volgen. Of gewoon, volg je hart. Ik geef nog 2 andere voorbeelden. De eerste zin. Toen ze twijfelde over haar studiekeuze, gaf haar vader haar het advies om altijd haar hart te volgen. Toen ze twijfelde over haar studiekeuze, gaf haar vader haar het advies om altijd haar hart te volgen. Zin nummer 2. Soms moet je gewoon luisteren naar je intuïtie en je hart volgen. Zelfs als dat betekent dat je een risico moet nemen. Soms moet je gewoon luisteren naar je intuïtie en je hart volgen. Zelfs als dat betekent dat je een risico moet nemen. Uitdrukking 3. Gevoel voor humor hebben. Gevoel voor humor hebben is begrijpen wat grappig is. Het is het vermogen om humor te begrijpen of aan te voelen. We gebruiken het ook om aan te geven dat iemand grappig of niet grappig is. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die echt geen gevoel voor humor hebben. Er zijn mensen die echt geen gevoel voor humor hebben. Een tweede voorbeeld. Hij heeft echt een geweldig gevoel voor humor. Hij kan iedereen aan het lachen maken. Hij heeft echt een geweldig gevoel voor humor. Hij kan iedereen aan het lachen maken. En het laatste voorbeeld. Ze is zo grappig. Zij heeft een goed gevoel voor humor. Ze is zo grappig, ze heeft een goed gevoel voor humor. Uitdrukking nummer 4. Goed klikken tussen of een goede klik hebben. Dit betekent dat je het goed of niet goed met elkaar kunt vinden. Je kan goed of niet goed met elkaar opschieten. Enkele voorbeelden. Soms klikt het niet goed met je baas. Soms klikt het niet goed met je baas. Voorbeeld nummer 2. Ik had een geweldig gesprek met mijn nieuwe collega. Het klikt echt goed tussen ons. Ik had een geweldig gesprek met mijn nieuwe collega. Het klikt echt goed tussen ons. En het laatste voorbeeld. Het klikte meteen goed tussen de nieuwe buren en ons gezin.
Het klikte meteen goed tussen de nieuwe buren en ons gezin. Uitdrukking nummer 5. Met hart en ziel. Of iets doen met hart en ziel. Dat betekent dat je iets doet met passie. Met heel veel passie. Bijvoorbeeld, hij doet zijn werk met hart en ziel. Hij doet zijn werk met hart en ziel. Of, ze renoveerden hun huis met hart en ziel. Een ander voorbeeld. Wij produceren bioproducten met hart en ziel. En een laatste voorbeeld. Ik heb die job met hart en ziel gedaan. Ik heb die job met hart en ziel gedaan. Dan komen we al bij de voorlaatste uitdrukking. De knoop doorhakken. De knoop doorhakken is een uitdrukking die wordt gebruikt om te verwijzen naar het nemen van een beslissing. Vaak een moeilijke of belangrijke beslissing. Soms na aarzeling. Wanneer iemand de knoop doorhakt, betekent dit dat hij of zij de beslissing neemt, een uiteindelijke beslissing, een definitieve beslissing neemt en actie onderneemt. Ik geef je 2 voorbeelden. Het is tijd om de knoop door te hakken en te beslissen welke elektrische auto we gaan kopen. Het is tijd om de knoop door te hakken en te beslissen welke elektrische auto we gaan kopen. Een tweede voorbeeld. Ik heb de knoop doorgehakt. Ik ga ontslag nemen. Ik heb de knoop doorgehakt. Ik ga ontslag nemen. En dan de laatste uitdrukking. Geen blad voor de mond nemen. Geen blad voor de mond nemen. Dat is eigenlijk zeggen wat je denkt. Het kan positief zijn, maar soms ook een beetje negatief. Ik geef enkele voorbeelden. Hij neemt geen blad voor de mond als het gaat om politieke kwesties en deelt altijd zijn standpunt, hoe controversieel het ook is. Hij neemt geen blad voor de mond. Een ander voorbeeld. Mijn oma neemt geen blad voor de mond. Als iets haar niet bevalt, zal ze het zeker zeggen. Mijn oma neemt geen blad voor de mond. Als iets haar niet bevalt, zal ze het zeggen. Of zal ze het zeker zeggen. En het laatste voorbeeld. Tijdens de vergadering nam ze geen blad voor de mond en vertelde ze eerlijk wat ze dacht over het nieuwe project. Tijdens de vergadering nam ze geen blad voor de mond en vertelde ze eerlijk wat ze dacht over het nieuwe project. Zo, dat was het voor deze aflevering. Ik hoop dat je het interessant vond en dat je alle uitdrukkingen begrijpt. Blijf oefenen en probeer deze uitdrukkingen in je gesprekken te gebruiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.